Het is lente en dus kunnen de koeien weer de wei in. En omdat ze maandenlang op stal hebben gestaan, levert dat een vrolijk plaatje op. Want ze zijn blij, die koeien. Ook bij de Genneperhoeve in Eindhoven. Nou ja, ik was heel benieuwd. Ik had het nog nooit in het echt gezien. Of dat de koeien ook echt zo gaan dansen. En dat hebben ze gedaan. We hebben goed gehuppeld. Vond jij het ook leuk? Ja. En dacht je ook echt dat de koeien gingen dansen? Nee. Niet letterlijk, maar ze sprongen wel echt helemaal in het rond. Dansende koeien zijn niet alleen leuk, het is ook leerzaam. Kinderen leren immers hoe het eraan toe gaat op de boerderij. We vinden het leuk om dat in het voorjaar dat een soort vrolijkheid mee te geven. Dus het past eigenlijk wel een beetje in het educatieve doel van ons hele bedrijf. En we willen laten zien waar het voedsel vandaan komt. Hoe je op een natuurlijke en een gezonde manier voedsel produceert. En daar horen koeien in de wei bij. Ik heb het liefste dat ze gewoon in plaats van op de telefoon gewoon buiten spelen. Ja. Al is het maar acht op de plaats of net als nou, elk jaar is het wel iets. En als het weer kouder wordt, in het najaar, dan gaan de koeien weer op stal.